Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor het eerst, denk ik, op dit kanaal een IKEA shoplog. Niet dat ik nooit ga naar IKEA. Maar meestal heb ik geen genoeg dingen mee om er een deftige shoplog van te maken. En in de IKEA was ik volledig, maar dan ook volledig in de kerststemming. Dus het grote deel van deze shoplog is Kerstmis related. En dan ga je direct zien aan het eerste item dat ik heb gekocht. Een witte kerstboom. Ik wil eigenlijk al altijd een witte kerstboom. Het is zo'n kleintje. Die kan zetten op mijn kamer. En die dan natuurlijk zo openplooit. Dat is een prachtige kerstboom. Ik ga dat nog niet doen. Omdat die nu wel zo ongemakkelijk is om op te bergen. En start. Ja, ik blijf mee met mijn witte kerstboom. Als tweede kocht ik dit. Dan ga je waarschijnlijk afvragen, wat is dit? Maar dit is eigenlijk om je het iPad op te leggen. Of een kookboek. Of iets anders. Terwijl je eigenlijk aan het koken bent. Ook handig voor een Nintendo Switch, denk ik. En het zorgt ervoor dat je kookboek niet tussen alle bloemen staat. Of een iPad als je op je iPad kookt. Of je gsm als je op je gsm kookt. Ja, heel erg handig. Ook kocht ik een hele hoop kerstballen. Dit is namelijk een pak van... ...29 grote, denk ik. En 26 kleine kerstballen. En... haakjes en zo om ze vast te maken, zodat je ze aan de kerstboom kan hangen. Dat is naar verschillende kleuren, maar ik ben wel voor het standaard rood gegaan. Ik kan niet wachten om mijn kerstboom te zetten. Ook kocht ik mijn allereerste adventskalender van dit jaar. Deze adventskalender van IKEA. In de adventskalender zitten bonnen van 5, 2 kadonbonnen. Normaal is die van 5 euro, maar als je geluk hebt, zit er misschien een in van 200 euro. Dus we gaan moeten wachten totdat kerstmis is, omdat het natuurlijk ga je het allemaal zien in de vlogs. Misschien als ik nog een andere adventskalender heb, ga ik die openen en... mijn Instagram-account en in mijn vlogs. Maar deze ga ik sowieso enkel openen in mijn vlogs. Dus kijk ernaar. Deze was 12 euro en iets. Waardoor je eigenlijk maar 2 euro en iets betaalt. Omdat er sowieso 2 cadeaubonnen in zitten. Van 5 euro of meer. De opbrengst van de adventskalenders gaat trouwens naar Oxfam, denk ik. Nee, de tombola is voor een natuurpunt. En van achter staat elk chocoladestuk die erin zit. Dus niet te veel kijken op de achterkant. Vervolgens heb ik een super toffe bak voor mee. In de vorm van een eland. En ik denk dat ik die wel kan opdoen. Eigenlijk vanaf dat ik hem zag in de IKEA. Wacht, ik het dolde de lief op. Omdat die echt zo mooi is. Hallo kerstbak. Zo. Super leuk ook voor hem. En er zit een briefje bij. En wauw. Gelukkig dat het in 1000 talen staat, want dit is een groot briefje voor een bak voor. Zit er iets interessants in als ik de taal vind? Ja. Ik hoop gewoon voor de eerste brief ik moet rennen, maar alvast wel. En dan dat je hem kan gebruiken. Mooi. Hij is trouwens vaatwasser en magnetronbestendig. Ik weet niet waarom je hem in de microgolf zou steken, maar... de vaatwasser is wel handig voor mensen die een vaatwasser hebben. Ook kocht ik slingers. Ook voor de kerstboom. We gaan een
rood zilver thema. Ik wou eigenlijk een rood hout thema, maar mijn moeder ziet niet graag hout. Dus we gaan voor een rood zilver thema. Dit zijn er twee van 6 meter. En een grote kerstboom, dus ik dacht 2 kunnen we wel gebruiken. Ook kocht ik een doos vol Ziploc baggies. Er zitten er 15 in van 6 liter en 15 van 4,5 liter. En we hebben dan niet echt dus Ziploc baggies. Ik kocht vormpjes. Vorig jaar heb ik ze trouwens ook gekocht uit de kerstcollectie. Hier zit het er een grote en een kleine kerstboom in, een engeltje, een man en 2 kindjes. Leuk. Nog iets bak related. Oeh, wacht. Oh my god, ik had het nog niet gezien. We zitten de taartensnijder in. Ik wil echt super graag een taartensnijder. Er zit een spuitzak in, zo'n ding om u boterkaam goed te verdelen. En een taartzaak. Echt zo blij met die taartzaak. Dat zorgt ervoor dat je je taart eigenlijk in 2 mooi vergelijken delen kunt snijden. Het schijnt een stuk handiger te zijn dan met de wes. Wacht, ik ga deze even open doen, want ik moet jullie dit openen. Als jullie nog niet wisten, dan ga ik het al opbakken. Zo, dit is voor de botercrème. Je hebt een halve in de kant, een zo'n ribbeltjeskant en een vierkante ribbeltjeskant en een platkant. Een spuitzak met 5 puntjes. En een taartzaak die ik al kapot heb gemaakt. Hoeveel kan ik dit terug fixen? Jij! En zo kan u uw taart mooi de gewenste dikte snijden. Echt super handig. Oh, ik ben echt blij dat ik het kapot heb. Wat kom ik nog? Een lichtjesnoer met 12 lichtjes voor mijn kerstboompje. Swedish visjes. IKEA chocola. Dit is gewoon maar chocola. Zoals siliconenbakvormpjes. Ik heb deze al, ik vind die echt super handig. Zowel voor kijkjes, cupcakejes, als voor milieu. En deze popjes voor om in de kerstboom te hangen. Onze kerstboom had dit jaar echt koud zijn. En dat was het dan voor de IKEA shopdag, maar blijf maar eventjes nog kijken, want ik ben ook de dag daarna naar Roeselare geweest en ik heb daar ook een paar dingetjes gekocht, niet zo heel erg veel, maar ik ga ze er meteen bij vertellen. Allereerst deze Super Lash Serum, ik ben echt zo blij dat ik die eigenlijk in de winkel heb gevonden. En het is een serum die je wimpers langer maakt, dus wimpergoals. Ik heb hier echt al zoveel goede dingen over gehoord. Vervolgens kocht ik voor de eerste keer in mijn leven rotjes. Met speculaas uit de hemel. En ik kocht zo'n zak van Zeeman omdat die super handig is. En dat is hij opgerold. Het is echt gewoon echt zo makkelijk om mee te doen. Dit is mijn hand. Lekker gemakkelijk. Hij is niet rood. Maar als hij uitgeplooid is, is hij echt zot groot genoeg om uw boodschappen erin mee te doen. Leven smiley. Dus dat is ook wel leuk. Zo,
wel, dat was het dan voor mijn IKEA shoplog in kerstthema. Als jullie meer video's willen zien, vergeet dan zeker niet te abonneren. Like als je deze shoplog leuk vond. En comment wat jij uit de IKEA kerstcollectie hebt aangeschaft. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doedels!